Keer dat hier een cross wordt georganiseerd en voor het tweede jaar op rij telt hij mee voor de wereld. Dus maar de start moeten we echt in de gaten houden. Dus, want het is een heel korte start, gevolgd met een mooie bergske. En van het moment dat moet in positie zitten, want dan is het voorbij mee opschuiven. Dan gaan ze de slingerpaadjes in. Wel eens explosief weg. Meis heeft de opdracht gekregen van zijn coach Paul van den Bos. Niet zo traag starten, zorgen dat je mee bent van bij. Frans Hooy nu plots voorin, die is de knecht voorbij geschoten. Ja, tweede zandstrook. Bij de belofte is hier niemand omhoog gereden. Tweede zandstrook, lichtjes bergop, heel moeilijk. Eén keer Pauwels het zien doen, hè? Hier. Op dit stuk. Kevin Pauwels. Ja. En Nijs doet het ook. Nijs Eén, blijft. 1, 2, 3 man is er boven geraakt. Ja. Honden. Groenendaal. Dat is toch logisch? Renaat. Ja, dat is niet alleen voor inrijden, dat is ook versnellen in die materiaalzone. Wat Arnons daar probeerde met de knecht, met Vervekken. En kijk naar Nijs in de materiaalzone. Nu op 8 seconden genaderd. Wel eens moet de rol lossen. De wereldkampioen is opnieuw op weg naar de kop van de koers. Ik denk dat hij hem in het, net voor het bos heeft hij de kop van de koers weer te pakken. Michel, fenomenale remonte. Het is een straffe stoot hoor. En dan omkijken en dan zien dat de man van Vorselaar weer plooit. En met het feit dat de tegenstanders toch wel een stuk sterker voor de dag komen dan pakweg een maand geleden, doet bij Vervekken maar een goede 15% bij. Jawel, Erwin is echt gegroeid hè. Deze strook. Dat denk ik wel. Het was al een cross of 5 geleden, weet je nog, dat hij dit soort gebaren ging maken. En dan krijg je deze ontladingen.